we straks gaan bekronen gaat over ezels. En prima, zo hebben we een goed excuus om van de os op de ezel te springen. Van ezels wordt vaak gezegd dat het domme dieren zijn. Dat is niet zo. En wie daar alles over weet is Dimitri Leue, de dierenvriend uit Duizend Zonnen. Hij zal ons allemaal ambassadeur van dit edele dier maken. Het is een prachtig dier en inderdaad niet het domste dier dat erbij is, want een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Wat betekent dat? Dat betekent dat een ezel, nee, dat betekent dat een paard met zijn voorpoten tegen een steen botst en dan nog eens met zijn achterpoten, terwijl een ezel zo slim is om zijn achterpoten op te heffen. Dus de prachtige voice, de stem van de ezel, kan prachtig zingen. En ja, niet moeilijk hè. Balken, notenbalken, niet moeilijk dat dat een prachtig dier is. Meneer, wilt u ambassadeur worden van de ezel? Zeg dat met mij. Hi-ha! Stel, ik ben een ezel en ik doe dit. Wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat ik een beetje uit de buurt ga. Want dat jij boos bent. Dat is correct, dames en heren. Applaus. Welkom. Inclusief Vlaanderen, dat is de vereniging die de rechten en belangen van mensen met een verstandelijke handicap verdedigt. Elk jaar geven wij ook een prijs, de Inclusieve Griffel dus, aan een boek, meestal een boek, waarin een personage met een verstandelijke handicap een mooie rol speelt. Dit jaar gaat onze prijs naar een heel grappig jeugdboek met als titel Want een ezel is een voorbeeldig mens. Van auteur Frank Pollet. In dit boek speelt Jules mee, een sympathieke jongen met verstandelijke handicap. Hij is gek op de twee ezels, huisdieren van het gezin, en verzamelt verhalen waarin ezels een rol spelen. Jules is net wat de jury van de Inclusieve Griffel zoekt. Hij speelt een rol gelijkwaardig aan die van de andere personages. Niet meer, maar ook niet minder. Het verhaal draait ook niet rond zijn handicap, die trouwens slechts tussen de regels door wordt vermeld. En net zoals een ezel de naam heeft dom te zijn, terwijl hij slim is, slimmer dan een paard, heeft ook een persoon met een verstandelijke handicap nog te vaak zijn imago tegen. Mensen hebben vaak vooroordelen over personen met verstandelijke handicap, terwijl ze toch tot heel veel in staat zijn. Meneer Pollet, of mag ik zeggen Frank, net als de grote mensenschrijver Jeroen Brouwers hebt u ook al andere prijzen gewonnen. Volledig terecht overigens hoor, want je bent de beste. Maar ik denk dat deze prijs van de Inclusieve Griffel uw allermooiste is. En ik hoop net, zoals de voorzitter, dat hij een speciaal plaatsje krijgt in uw prijzenkast. Misschien wel meer op uw schrijftafel. Van harte proficiat en heel erg bedankt voor het mooie schrijven. Wat zit er hierin? Kunt je het zien? Wat zit daarin? Een ezel! Daar zit een ezel in! Die Vlaanderen reikt een prijs uit met de moeilijkste naam die je aan een prijs kan geven. Maar het is wel de mooiste prijs die je als schrijver kunt krijgen. Want het is de prijs die Inclusief Vlaanderen uitreikt. En ik ben blij dat ik hem lekker heb gewonnen. Ezel is een voorbeeldig mens is een boek dat bevolkt wordt door 7 gewone mensen en 1 jongen met een beperking. De maatschappij zou net hem een ongewone jongen noemen, maar Jules Schuurbroek is dus eigenlijk net een echt gewone jongen. Ik ben nieuwsgierig, het briefje van Jules, dank u. Dag mensen die ik niet ken. Spijtig dat die prijsuitreiking niet bij ons in de wei gebeurt, dan kon iedereen stront van de ezels helpen scheppen. Mijn papa was blij kei, ja, Jules keert alles nogal om, hij zegt niet in plaats van kei blij, zegt hij dan, ja, oké. Was blij kei dat het boek van Frank Pollet een prijs krijgt.
Ik snap dat niet. Papa vindt prijzen altijd te duur. Hij vraagt altijd korting. En Mieke Vogels, dat is eigenlijk twee handen op één buik. Ik ken Inclusie Vlaanderen van toen ik lang geleden minister van Welzijn was. En dat klikte meteen de visie van Inclusie Vlaanderen. Namelijk mensen met een beperking zoveel mogelijk in de gewone wereld opnemen. En wat mijn bedoeling was.